En mijn moeder zei van begin af aan, ik wil er niet bij zijn. En hij vroeg aan mij, wil jij erbij zijn? En ik heb ja gezegd. En hij is in mijn armen gestorven. En waar was je moeder? Die zat ernaast. Met andere familieleden. Ja. En dan zie je hem zijn laatste levenszucht nemen. Ja. En er is geen reflex op dat moment dat plaatsvindt, dat je moet onderdrukken? Ik kan me zo voorstellen dat er nog een... Van nee, wacht. Nee. Van hem. Of hij lag in een soort van coma. Ja, hè? Maar van jou. Nou, om het toch tegen te houden of zo. Op het moment dat mijn moeder afscheid van hem nam. Ze omhelsten hem, maar hij was voor ons gevoel buiten kennis. Maar ze omhelsden hem, ze kusten hem, ze legden hem dus weer in zijn kussens. En hij doet dit. Hij wil naar haar toe. Zijn ogen wijd open gesperd. En deze beweging. En toen dacht ik ook, is het niet te vroeg? Nou, die arts stelde me meteen gerust en zei, nee,